Vandaag doen we twee stops. Eén in de stad van Rodenbach-Roeselaren en de tweede stop van de Tom op Tour is in Kortrijk. Maar we zien dat het Vlaams Belang de wind in de zeil heeft bij alle generaties, maar vooral ook bij jongeren. Jongeren zijn rechtser dan ooit tevoren en zonder complexen. Ze voelen een ongelooflijke liefde voor ons land Vlaanderen en haar volk en een ongelooflijke bereidheid om mee aan die kaart te trekken van het Vlaams Belang. Meer dan 700 jaar geleden hebben we de Gulden Sporenslag gewonnen. Wel, ik beloof u, 2019 wordt de nieuwe 1302. Maar deze Tom op Tour trein stopt niet tot 26 mei. We trekken het land rond om onze boodschap te verspreiden. We rusten niet tot heel Vlaanderen heeft gehoord dat onze mensen op de eerste plaats moeten komen. Eerst onze mensen.